ik het spreek, was dat onvergeet. Ja, ja, ja. Ja, het is nu donderdagochtend, het is 8 uur. Net de meisjes opgehaald. Hé kleine, ben je er? Daar ben je dan. Daar ben je dan. Ben je er? Ja, ben je op je plekje. Dus, zo meteen lekker mijn nest in, tanden poetsen, et cetera. Helemaal goed. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 29 juni 2023. En ja, het is nou net 5 over 11. En ik loop hier dus nu op Willemsoord. Het wordt al wat drukker, ja. En we gaan eens even kijken of we al wat schepen kunnen bekijken op de dijk. En het is achter mij ook al druk. Achter, met alleen maar lawaai. Dus dat wordt ook nog leuk, want er is ook dus nu, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, een reuzenrad. Hier, op Willemsoord. Dus ja, dus 1. Ja, horen jullie het? Dat denk ik wel. Nou, ik ga dus nu richting de dijk en ik neem jullie gewoon lekker mee. Dus veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik loop dus nu, zoals jullie kunnen zien, bij Lands End. Ja. Helemaal top. Even lekker aan het lopen. Het is nog niet zo helder, maar dat maakt niet uit. Want ja, we zijn ook in Den Helder, dus ja, hè. So be it.
mam. Zonde. Jij niet. Echt wel. Hij is leuk. Oh ja, leuk. Jij weer plassen? Nee. Ja, we gaan weer eventjes Willemsoord op. Het is nogal een beetje druk, zeg maar. Want je komt er niet zomaar in of uit op dit moment. Dus ik laat ook mijn auto gewoon staan vandaag. Morgen ook. Dus dit wat eventjes kijken en te behapstukken wat ik allemaal ga doen. Ja, we zijn hier uit mijn hoofd 3 verkeersregelaars. En 1 politie of van de Koninklijke Marechaussee. Maar dat weet ik nog even niet. Maar het is daar allemaal vol op de dijk. Daar stroomt het helemaal vol. Het is meneer agent. En 4 verkeersregelaars hier op dit moment. Kijk, laat jullie het beter zien. Kijk hier. Zo. Daar is ook al. Het is nu 4 verkeersregelaars en een motormuisje. Ja. Ja, en doorrijden. Kom op de fiets doorrijden. Helemaal goed. Gaan ze even kijken hoe ze dit weer gaan doen, hè? Met... Kijk, en daar hebben we meneer Motormuis, wat ik dus al zei. Juist, goed, zo keurig. Nou, ik laat dit even ook... Kijk, meneer Motormuis gaat weer weg. Kijk. Dus ja, dat zeg ik. Meneer Motormuis die gaat draaien. Die gaat nu weg. Zo. En dan zijn ze hier dus lekker aan het werk. Ja. Oh. Geweldig, magnifiek hoe ze dit hier zo doen. Ja, alles wordt tegengehouden, alles wordt tegengehouden. Doe maar. Ja, ga lekker proberen, leuk terug. Helemaal goed. En even wachten op de stoep, hè. Dat is een hele mooie vlucht. Oh. Waarom? Je rijdt achteruit, vriend. Ja, ik film, dus. Ja, vandaag. Dat kan sneller, mensen. Het wordt ook niet op. Dat
kan toch sneller het draaien, jongens. Mijn god. Opa. Ja, inderdaad. Rijden. Die moet weer draaien, denk ik. Of wat? Ja, nou, en laat die bus dan eerst voor. Eerst even deze kant op. Als je nou hier laat draaien, daar. En dan weer zo. Dan ben je sneller. In plaats hier op de kruising. Lijkt mij, hoor. Maar... Niet hier op de kruising laten draaien. Lekker daar laten draaien. Lijkt mij. Veiliger voor alles, hoor. Maar wie ben ik? Even op het terrein daar laten draaien. Vele malen makkelijker. Kijk, hier... Daar een stukje laten draaien, kijk. Die. Er staat toch ook Tessel op. Ben ik zo achterlijk. Maar ja, ze moeten alles vragen. Wat een werk hebben jullie, zeg. Wat een werk. Even kijken hoe de verkeerschaos is in Den Helder. Een reportage maken, mag dat ook? Je mond stond open, jongen. Ben je moe? Ja, dat dacht ik al. En je mond stond open. En ik sta al hier op internet. Mooie Audi trouwens. Hele mooie Audi. En ik sta al... ik sta zo mooi op internet. Nou, bij deze. Ook dus al nu op mijn YouTube kanaal. Okay. Bij deze. Zo, de school die gaat lopen. Ja, ja, leuk. Ja, denk ik dat je ook een keer de gaten houden. Ja, ik mag het niet meer doen voor je. Ja, ik doe helemaal niks nu. En voordat je weer een gezeik krijgt. Kijk wat die kan doen. Ja. Toen ik eruit voorgooien, dan wist ik al gelijk auto goed, hoor. Nog een Duitser. Goedag. Ja, Duitsers, die zijn er heel streng in stoppen. Want als je dat niet doet in Duitsland, heb je een vette bekeuring te pakken. Ja. Ik heb in Roermond een paar geleden gewerkt. Oeh, leeuwtje. Harlingen, ja, ja. In Roermond moest werk 4 dagen, eigenlijk 4 dagen, maar weer 3 dagen. Toen mooi dagje. Heel veel Duitsers. Dan had ik een beeld. Oeh, scherp lampje. Auw. Hele jas die leg in die plantenbak, die boot. Maar ik kan wel droog blijven. Welke en welke plantenbak, schat? Ja, die boot die daar staat al. Oké. Ja, ik en ik ga wel even kijken voor je. Zo, we gaan eens even Willemsoort op. Vind ik leuk. Hartstikke idee. Ik ben eigenwijs. Ga gewoon eens even Willemsoort op. Vind ik leuk. Eens even kijken. Hoop, patatatap. Op die boot. Handhaving is er ook bij, is ook leuk. Is grappig. Nou, deze maloot. Die is zo chagrijnig als ik weet niet wat. Deze hier, ja. Is leuk. Is heel grappig dit. Ja, die ligt daar veilig. Oké, wat is er allemaal te doen? Nee, jawel. Zo. Nou, Sirias die staat, ligt hier goed, top. Kijk eens aan. Ja, maar dit is weer met mooi weer, hè? Het is nou grijs en bewolkt.
Deco-bewaking, jee, joh, poppie. Zo. Erg gezellig hier nog. Waar komt u vandaan? Nou, en van de weg, Henk? Ja, en waar kom je vandaan? Ja, ergens. En van Willemsoort af. Ik ga je zo hard naaien nu. Ja, en waar kom je vandaan? Ja, van huis. Ja. En waar je vandaan komt, ja, en van huis en van mijn bed af. Kijk, er komt hier wat moois aan. Laat hun eerst maar even. Oh, kijk. Ja, echt hè? Nee, niet? Jammer. Nou, we gaan eens even weer Willemsoort op. Alweer. Ja, alweer, alweer, alweer. Dat is leuk. Helemaal geweldig. Ik ga eens even de andere kant op van Willemsoort. Dat is leuk. En ik vind die tv wel leuk, zeg maar. Mag ik ook zo'n tv hebben thuis? Ik wil ook zo'n ding hebben thuis. Kijk, die. Die wil ik ook thuis hebben, is leuk. Maar dat kost een beetje te veel, zeg maar. Maar dat maakt niet uit, dat geeft niet. We gaan eens even kijken of het daar ook zo leuk is. Ja. Laat ik ze even hier weer even lekker met rust. Vind ik leuk. Ja. En dan zometeen even ergens eten. Ik weet nog niet waar. Broodje of zo. En bij de Appie Heijn halen. Geen idee. Maar ja, het is een beetje warm, broeierig. Voor de rest valt het ook wel weer mee, joh. Ja. Maar ja, we gaan even kijken. Ik ga even verder lopen. En dan haal ik jullie er zo meteen nog weer bij. Dat is ook heel toevallig. Ik heb wel kans op gaan, die kant op die kant. Thank you.
Gelukkig. Dat is niet echt te begrijpen. Mm-hmm.
Wil je er ook een lekker sausje op? Welke saus heb jij? De beste saus ter wereld. Is, en is die pittig of niet? Nee hoor, hij is echt lekker. Oké, okay, prima. Mag jou een broodje? Nee. Daarachter. Moet hij hierheen of moet hij daarheen? Jij wil er niet op, hè? En jij wil er niet op, hè? Maakt mij niet uit. Ook niet! Wat fijn, zeg! Oké. Okay. Nou, dan komt hij, de money shot. Oh, lekker schat, dankjewel. Dank je, gaat goed komen. Ja hoor, ja, daar wil ik vanavond even heen. Ja, het is nu donderdagmiddag. Het is bijna 2:30. Ik zou met de meisjes lopen. Nog wat moeilijk in slaap kunnen komen om 10:00. Was een beetje in slaap gevallen, dus een paar uurtjes geslapen. Nu even met de meiden lopen, dan even naar de DVB. En even mijn zonnebril ophalen. Die is weer gemaakt of geruild, weet ik het. Dus dat gaan we dan doen. En dan zien we weer straks weer. Ja, daar zijn we weer bij ons favoriete tankstation. Huppatee. Hey, zie je. Per 1 juli moet je betalen voor dit soort bekertjes. 30 cent. Of je moet je eigen beker meenemen. Wat heb ik toen gedaan? Gewoon mijn naam erop gezet. Naam erop gezet. Kan ik die de volgende keer meenemen? Wel even thuis omspoelen, als het niet zo hygiënisch is natuurlijk. Ik denk wel dat het handigste is. Gewoon omspoelen, in de auto zetten en meenemen. En de volgende keer alleen maar thee drinken en niet betalen voor het bekertje. Helemaal goed. Ja, wel blijven staan natuurlijk. Dom ding. Maar goed, dat was het plan dus. Ja, daar is Macanelis. Macanelis gaat weer weg, jammer. Dag Macanelis, ik had visjes voor je klaargezet. Ik ga er vandoor. Jammer. Wie gaat er mee? Boy. Ga je mee? Wie gaat er allemaal mee? Wie allemaal mee? En Sandy. Een stukje lopen. Ja? Een stukje lopen? Ja, doen we dat. Helemaal goed. Ja, dat gaan we vandaag bij. Jij er ook weer bij. En jij ook? Aha. En waar is Beauty? Daar te kijken. Ja. Eens even de pannetjes zien te vinden. Moet ergens hier zijn. Een mooi pannetje. En zo kan filmen. Vast hoor. Even. Aan de kant. Huppatee, huppatee. Oli. Pannetje. Zo. Is aan. Dat hebben we natuurlijk. Even aan. Zo, kinderslot aan. Ja, dan moet ik het even uitpakken natuurlijk. Hoe gaan we dat aanpakken? Even kijken. Zo, dat is netjes. Zo, skip, skip. Yeah.
Oh, dat vond ik heet dus. Een beetje. Itty bitty. Zo. Niet nu weer komen, het is heet hier. Doe maar, lekker balkon. Ja, doe maar. Mag wel. Balkonen. Helemaal goed. Het is wel warm genoeg, denk ik. Dat merk ik zo zelf wel. Kruimeltjes zijn ook betaald. Een bordje klaar. Helemaal goed. Kinderslot staat aan. Want als ik per ongeluk een ander knopje indruk, gaat deze aan. Of die, een van die andere twee. En dat wil ik niet. Alleen deze. Dus daar wachten we even op. Dat ziet er wel aardig uit. Een beetje draaien. Als ze willen. En niet willen, moet ze ook even gedraaid worden. Kom maar. Dan maar zo. Ook wat knoflooksaus gepakt. Ook lekker. Niet te veel. Goed hoor. Nee, denk ik weer tijdens om te draaien. Nee, dat ziet er wel aardig uit. Nou, kom op. Dat ding. Oké, okay. En weer morsen natuurlijk. Ik zet het vast uit. Het staat nu op heet. Dat betekent dat het gewoon nog warm blijft. Een paar minuten nog. Dan kan het best rustig even doorwarmen. Helemaal goed. Ja, ze zijn nu wel klaar, denk ik toch. Ik ben er lang van op één geweest. Huppakee. 1. Kruimeltjes, met paté. Nou, ik zou zeggen tegen mezelf, eet smakelijk. Dat was even gezellig, alleen het was net behoorlijk aan het regenen. Morgen ga ik naar het marineterrein, als ik me goed voel. En ik wil gewoon jullie graag bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Vond je deze nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden, doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog en laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.